De oprichting van Flying on Trusted Wings, NV, maakt deel uit van de reddingsoperatie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, de SLM. Dit gaf president Chandrika Prasad Santokhi gisteren aan in het parlement. In dit kader is er ook een groepsfinancieringsmaatschappij opgericht. Het staatshoofd stelt verder dat alle wettelijke procedures hierbij in acht zijn genomen. Volgens de president zal met de reorganisatie van de SLM het bedrijf worden voorbereid op duurzame partnerschappen, zowel nationaal als internationaal. De reorganisatie van de Surinaamse luchtvaartmaatschappij, zoals gepresenteerd door de vakminister TCT, zal niet alleen bijdragen tot een stukje verandering van beleid, meneer voorzitter, maar het zal ook bijdragen, en laat het benadrukt worden, dat het wanbeleid en het mismanagement dat gevoerd is afgelopen jaren structureel opgelost zal worden. Maar meneer voorzitter, bovenal is het voor de regering belangrijk dat wij een modern bedrijf daar neerzetten, bij de tijd een gangbare bedrijvengroep waarbij financieel duidelijk beheer en een duurzaam bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. Dat is ons doel met betrekking tot de reorganisatie van SLM. Enkele weken geleden ontstond er ruis binnen de samenleving nadat de uittreksel van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, KKF, werd gepubliceerd. Hieruit bleek dat de Flying on Trusted Wings NV werd ingeschreven door SLM-directeur Paul de Haan. Ook de bond bij de SLM reageerde geschokkeerd hierop. Volgens president Santokhi moet de oprichting van rechtspersonen geen voer zijn voor speculatie. Zo zult u mogelijk de komende dagen ook horen van een NV Arena, welke de tussenhoster wordt voor de nu bekende Sur Air Business Unit voor de grondafhandeling, catering en luchtvrachtoperatie, meneer voorzitter. En zo krijgt het herstelplan van de SLM vorm, worden juiste vliegtuigkeuzes gemaakt, de bedrijfsprocessen gemoderniseerd en gewerkt aan het aantrekken van de juiste deskundige personen op de juiste plekken, terwijl de operatie in stand wordt gehouden, ondanks de dagelijkse dreiging die hun oorsprong vinden in het mismanagement van het verleden. De voorzitter, gangbaar in de luchtvaart zijn de onvoorspelbaarheden en ook daar wordt rekening mee gehouden door een team van deskundigen dat bestaat uit nationale deskundigen en ook internationale deskundigen. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, ging ook in op de casus SLM. Hij stelt dat de regering Santokhi Brunswijk vanaf haar aantreden zich heeft gecommitteerd aan het gezond maken van onze nationale luchtvaartmaatschappij. Voorzitter, de financiële problemen zijn beklemmend, waardoor de focus om beleid op lange termijn uit te zetten ondergeschikt raakt. Voorzitter, operationele financiële problemen zijn uitdagend. Een concreet voorbeeld, voorzitter, op het moment kost een vliegtuiglease per week evenveel als een vliegtuiglease voor een hele maand. Dit vanwege het imagoverlies van SLM, vanwege de opgelopen schulden. Deze manier van het aantrekken van vliegtuigen is de afgelopen jaren één met een structureel karakter geweest, voorzitter. De verliezen zijn daarom ook dienovereenkomstig.